Ze zijn eruit in Weibos. Basisschool De Regenboog en de dorpsraad hebben vanochtend na goed overleg een compromis bereikt over de begrenzing van de speelplaats van basisschool De Regenboog. Het is een shared space, dus er zijn meerdere partijen die er belangen bij hebben. En elke organisatie die hier direct gebruik maakt van de ruimte, die moet daar ook over kunnen beschikken. Dat is ook juist het principe van de shared space. Wij vanuit de school vinden toch dat het buitenspelen van onze kinderen aan dit dorpsplein toch wel vaak gevaarlijke situaties oplevert. Als u achter u kijkt, dan ziet u daar nog steeds eigenlijk een doorgaande weg. De Eertse baan loopt dwars over het dorpsplein heen. En er is continu verkeer de hele dag door. En die komen aardig in de buurt van de plek waar onze kinderen spelen. Klopt, de veiligheid van de kinderen is prioriteit 1. Veiligheid in zijn algemeenheid is prioriteit 1. En met name voor de kinderen is het zeker belangrijk dat ze ook veilig kunnen spelen tijdens schooltijd, maar ook zeker buitenschooltijd. Nu is er nog een tijdelijke oplossing met rood-witte blokken. Maar als het goed is, komt er straks een definitieve oplossing. Nou, de oplossing zou zijn op de plek waar nu hier die pylonnen staan, die boarding, dat daar nu een hekwerk gaat komen. En in overleg met de dorpsraad zijn we bezig om te kijken wat de meest optimale invulling daarvan kan zijn. Dit wordt wel een permanente afscheiding die wel demontabel is. Dus bij evenementen of bij andere situaties is het hekwerk altijd demontabel en kan weggehaald worden. Daarmee komt hopelijk een eind aan de onveilige situatie. Het compromis wordt nog wel voorgelegd aan de bevolking van Weibos. Uiteindelijk is het zo dat we straks met een openbare dorpsvergadering, dan worden alle inwoners van Weibos uitgenodigd en die bepalen door de meerderheid van de stemming bepalen wat er gaat gebeuren. Nou, de gemeente Meijerijstad is ook heel erg betrokken hierbij en die zal de kosten voor de rekening nemen. Dus daar hoeven we ons aan beide geen zorgen over te maken. Maar een hek alleen is niet voldoende, benadrukken beide partijen. Ook de weggebruikers zelf kunnen het plein veiliger maken. Ja, als iedereen zich keurig zou houden en stapvoets hier over het plein zou rijden en rekening zou houden met elkaar, dan waren er geen problemen. Ook bij deze roep ik ook de inwoners op van Weibos om te zorgen dat ze hier rustig dit plein gaan passeren, rustig benaderen en rustig passeren.